Bij een schietpartij in de Nijmeegse wijk Lankvorst is dinsdagmiddag een 37-jarige man overleden. Kort na de schietpartij in de bovenwoning rukten de hulpdiensten massaal uit. De politie sloot de omgeving af en zocht met auto's en helikopter naar de schutter. 4 mensen werden aangehouden. Intussen was het mobiel medisch team bezig met het slachtoffer. Dat mocht uiteindelijk dus niet meer baten. De overledene is een man zonder vaste woon- of verblijfplaats. We'll be right back.